Wat voor maaltijd helpt nou het best tegen een kater? Zo'n 4000 nieuwe studenten die meedoen aan de introductieweek in Tilburg hebben een wel heel aparte brunch achter de rug. Achter de kiezer ook, bereid door de bekende tv-kok Rudolf van Veen. Zijn ingrediënten waren namelijk allemaal restjes die je in elke studentenkoelkast kunt vinden. En bij het presenteren van zijn anti-kater brunch moest hij ook nog eens zijn beste Engels voor stal halen. Want veel van de eerstejaars komen uit het buitenland. Using beer and milk, and not only milk, and you have beer poffertjes, which are very tasty. Talking about a hangover, this is ideal. Geraspte kaas, augurkjes erover. Niet te veel augurk. Yes, yeah. Anti-kater eten? Ja, ik denk het wel. Volgens mij is het hartstikke lekker als je een beetje brak bent. Een bierpoffertje met geraspte kaas, gebakken uitjes en een beetje bieslook. Really good.